Ik stond op het programma als uitsmijter, zag ik. Dus ik ben heel benieuwd of ik er zo uitgesmeten word. En ik realiseer me donders goed dat ik de laatste hindernis ben naar de borrel. Maar goed, daar gaan we dan. Ik wil iets vertellen over levende landschappen en zeespiegelstijging. En omdat ik werk aan rivieren en delta's, is dat ook een grote schaalverhaal en ook een lange termijn verhaal. En ik ga met name kijken naar de invloed van de mens in het verleden, nu op dit moment en ook in de toekomst. En dat is waar wij allemaal naar uitkijken. En dan ga ik jullie een beetje zitten pesten met wat nou, denk ik, de feitelijke opdracht voor de waterschappen is, waar jullie eigenlijk voor staan. En dan ga ik jullie naar huis laten met misschien mij in het gips, maar in elk geval met een hoop vragen. Want dat is eigenlijk het punt. Wetenschappers, die term is helemaal fout. Hè? Wat wij weten ligt op de schappen, dat is natuurlijk onzin. Ik ga onaangename vragen stellen. En ik weet ook hoe je dat moet onderzoeken en daar zijn we ook hard mee bezig. Maar dat is eigenlijk mijn belangrijkste taak als professor. Andere mensen leren nadenken, jonge mensen leren nakijken en nadenken en hele vervelende vragen stellen. Hè? Dus zoals Terry Pratchett hier ook zegt, dat is een fantasy schrijver overigens, maar dit is geen fantasy. Avoiding the human tendency to believe whatever makes us feel good. Het is heel fijn om ons goed te voelen, maar dat is niet de bedoeling van vandaag. Vrees ik. Eerste vraag. Wat zijn de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging? En een heleboel weet u daar al van, maar ik wil een paar grote dingen gaan vertellen. En u weet natuurlijk allemaal dat er een rapport van het Delta-programma over is geweest. En de titel is al veelzeggend. Doorwerken. Want ze hebben erg in hun maag gezeten met het grote verhaal dat onder andere Deltares daarvoor had voorbereid over de zeespiegelstijging die ons waarschijnlijk te wachten staat. En er is eigenlijk geen passend antwoord nog op. Dus het is nu adaptief daaraan werken en heel hard nadenken over hoe we daarmee om moeten gaan. Dat is eigenlijk de ondertoon van het rapport. En dat was ook pas tijdens zijn afscheid dat de vorige Delta-commissaris dingen durfde te mompelen over grootschalige keuzes in het land. Waarmee hij bedoelt dat het hele Westland met dat laagliggende veen wel eens heel lastig te verdedigen zou kunnen blijken te zijn als die zeespiegel lekker doorstijgt. Om even een hele grote vraag neer te zetten. Waar hebben we het over? Dit zijn een paar scenario's voor zeespiegelstijging bij elkaar in een plotje. Op de horizontale as staat jaar tot 2100. Op de verticale as staat zeespiegelstijging in meters plus NAP. En dan staat er helemaal rechts voor veiligheid en voor zoetwatervoorziening een aantal kantelpunten getekend. Dat betekent als we daar voorbij gaan, dan hebben we een nog veel groter probleem. En het hele landschap, figuurlijk en letterlijk waar wij mee te maken hebben, zit vol kantelpunten. Dat zijn niet alleen letterlijk overstromende dingen, maar ook als we daar voorbij zijn, dan kunnen we niet meer terug. Als de grond te ver inzakt, of zo'n veengebied te ver inzakt, dat krijg je bijna niet meer omhoog. Tenzij je de hele boel probeert weer veen te laten groeien of zo. Dan is natuurlijk altijd het grote probleem van die zeespiegelstijgingsvoorspellingen, dat ze als heel onzeker worden gezien. En dat de hele samenleving dus ook denkt, wow, onzeker, nou dan moeten we eerst nog maar eens even zien hoe het uitpakt. Maar die onzekerheid zit hem eigenlijk vooral in wanneer het nou precies hoog wordt en hoe hoog het precies wordt, maar niet in dat die zeespiegelstijging eraan komt. Bijvoorbeeld de ijskaponderzoekers op de Universiteit Utrecht, ik ben alweer te snel, eentje terug. De ijskaponderzoekers bij ons op de Universiteit Utrecht, die vertellen mij dat de ijskap van Groenland waarschijnlijk al verloren is. Die smelt geheel en al af. Dat betekent dat dat al bijdraagt tot zeespiegelstijging. En dat is schrikbarend nieuws, maar valt voor ons, Nederland, gelukkig nog een beetje mee. Want wat de meeste mensen niet weten is dat ijs niet alleen bijdraagt aan de zeespiegelstijging en de uitzetting van het water door temperatuurverhoging ook, maar er is ook een zwaartekrachtverhaal. Daar is het ei van Columbus, de aarde even op zijn kant. Helemaal links ligt de huidige ijsmassa van Antarctica. En helemaal rechts, net op de horizon, liggen wij. Die ijsmassa trekt aan het water over de hele planeet. En die zorgt er dus voor dat er nu een deel van dat zeewater bij ons vandaan getrokken wordt. Dat is een grote bijdrage aan de zeespiegel. Dat betekent dus als die huidige ijsmassa daar afsmelt, dat het water zich gaat herverdelen over de planeet en dat het hier gewoon omhoog komt. Dat is de eigenlijke situatie. En wat mij nou altijd zo verbaast, is dat al die klimaatskeptici dat niet geloven. Want het is precies dezelfde zwaartekrachttheorie die ook geldt als je je telefoon uit je vingers laat vallen en op de grond valt. En die ook geldt voor de satellieten waarmee wij met die telefoons communiceren. Precies dezelfde zwaartekrachttheorie voorspelt dat die ijsmassa daar van invloed is op onze zeespiegelstijging. En als die ijsmassa daar dus aan het verdwijnen is, wat we gewoon kunnen zien op de satellietbeelden, dan zitten we hier straks met de ellende. En dat kan even duren. Want dat is het andere probleem. De tijdschaal waarop deze veranderingen plaatsvinden, dat zijn grote tijdschalen. Dat gaat over hele mensenlevens. Als we nu in een vliegtuig stappen, betalen we daar nu niet de prijs voor. Nee, die komt met woekerrente bij de volgende generaties.
Dat is het grote probleem van deze toestand. Goed, even terugkijken naar het verleden. Eigenlijk is het probleem dat wij niet meer zo heel erg met water leven en ook niet meer kunnen leven. We hebben veel meer bewoners dan we hadden in de tijd dat er terpen in Noord-Nederland lagen en dat men op die manier met water leefde. Daarna kwam natuurlijk maar een heel klein beetje zeespiegelstijging. Er staat daar van 1700 tot 2000 de zeespiegel en dat is dan in 0,1 meter schalen en zo. Dus dat zet allemaal niet zoveel zoden aan de dijk, dat is niet zo heel veel zeespiegelstijging. En toch hebben we daar al behoorlijk veel te kampen gehad met overstromingen. Er wordt altijd van Nederland gezegd dat we zo'n groot waterland zijn, maar we hebben ook behoorlijk veel overstromingen gehad en heel veel geschiedschrijving daaromheen gehad die ons vertelt hoe wij echt met water zijn omgegaan. Nou, 1953 was natuurlijk de meest recente en daar is enorm veel aan gedaan met de deltawerken. Die zijn iconisch over de hele wereld en voor de huidige condities zijn die goed. Maar die zijn niet ontworpen voor zeespiegelstijging. Nou is diezelfde zeespiegel gemeten daar, zeg maar, even in het rechterplotje gezet van de projecties voor de komende eeuw. En dan zien jullie al dat die zeespiegel tot nu toe, nou dat is allemaal niet zo heel erg interessant. Het gaat eigenlijk vooral om wat er daarna gaat gebeuren. En dan is tot het einde van deze eeuw nog maar het beginnetje. Want u ziet allemaal dat die curven zo schuin omhoog lopen. Hè? En als ze zo gaan doorlopen, dan gaan ze daarna nog veel harder omhoog. Dat is het grote probleem. Want als die ijskap eenmaal gaat, weten we niet precies hoe hard het gaat. Maar als die gaat, dan blijft dat doorgaan. En of er daarna 4 meter of 16 meter waterspiegel bijkomt op de zee, maakt voor de helft van Nederland niet zoveel meer uit. Het is te veel. Dat is eigenlijk het grote probleem waar wij mee te kampen hebben. En de rest van de wereld kijkt dus ook met de vingers naar het voorhoofd, naar die gekke Hollanders die daar onder de zeespiegel leven. Wij kijken een beetje raar naar die mensen die op vulkanen leven. Het is nergens echt veilig op deze planeet. Maar het wordt echt serieus. Als er voorbeelden aangehaald worden waar de gekken wonen, dan is het hier in Nederland, want de helft zit al onder de zeespiegel. Dus we hebben een ander plan nodig. Een veel groter plan. Er staat daar een soort driehoekje, Delta 3.0. Je moet wat doen om het te verkopen. Maar het komt eigenlijk neer op de gebruikelijke trits van waterveiligheid, welvaart en natuur. Gezonde ecosystemen. Die drie wil je eigenlijk onder je beheer hebben, daar wil je naar kijken. Dat is alle drie belangrijk, anders krijg je niks voor elkaar. En dat is de facto ook wat jullie doen. Het gaat over zoetwatervoorzieningen, het gaat over hoogwaterveiligheid, misschien ook laagwaterveiligheid. Maar jullie hebben ook een natuuropdracht. En uiteindelijk draagt dat dan allemaal bij aan de welvaart. En er zijn een hoop economische activiteiten in alle waterschappen. Eerst terug naar wat we eigenlijk weten van die landschappen en hoe ze zijn ontstaan. Want misschien dat we daar iets mee kunnen. Dat hele Nederlandse landschap was ooit een natuurlijke delta. Dat waren levende landschappen, want er zit heel veel leven in. Hè. Dat werd net al gezegd, ik bestudeer op planeet Mars. Dat doe ik als een controleproef. Want daar is namelijk geen leven, weten we eigenlijk wel ongeveer zeker. En daar is ook geen mens te bekennen. Met andere woorden, wat er daar gebeurt, dat zijn de fysische processen van waterstroming en deltavorming zonder de effecten van leven. Nou, hoe vormen nou die levende landschappen? Dit is een type rivier dat je krijgt als er geen planten en geen slip in de buurt zijn. Zo'n 10.000 jaar geleden hadden we die hier in Nederland, in het Rijndal. Het heet een vlechtende rivier en dit prachtige exemplaar ligt op IJsland. En jullie hebben waarschijnlijk ook wel meer gehoord van de Brahmaputra in de Brahmaputra-Gangesdelta en zo. Als ze daar vegetatie en slip aan toevoegen, met veel experimenteel en numeriek onderzoek vastgesteld, dan gaan de rivieren een ander patroon krijgen. Het worden enkele draden, dat wil zeggen één gul eigenlijk. En die beginnen steeds meer te slingeren, dus dan krijg je meanderende rivieren. Dat kunnen hele dichte meanderende rivieren zoals we ze eigenlijk kennen uit de aardrijkskundeboekjes. Maar de onderste hier in Frankrijk, de laatste vrij meanderende rivier in Europa, dat is de rivier de Allier in Frankrijk. En die lijkt erg veel op de IJssel in Nederland en ook een heel klein beetje op de Overijsselse Vecht. Dus dat is meer het type dat we hier hadden. Haal daar de bomen weg en hij gaat vlechten. Dat hebben we op diverse manieren met zekerheid kunnen vaststellen. Dus dat is het rivierenlandschap. Nou, dat hele stuk Nederland. Dat zijn de mooie kaarten van Peter Vos, ongetwijfeld wel bekend bij velen van u, over de Holoceenontwikkeling van Nederland. En daarop zien we dat 6000 jaar geleden het westen van het land eigenlijk een soort waddengebied was, met veel klei erin. Dat de veengroei inmiddels begonnen is, dat is die donkerbruine kleur. En dit is allemaal zeg maar na de zeespiegelstijging aan het einde van de laatste ijstijd, toen het daarvoor echt nog een poolwoestijn was met die vlechtende rivieren erin. En langzaam groeit het landschap dicht. En jullie zien al aan de kleuren, dat is klei en dat is veen. Dat is het levende landschap dat ons land heeft gemaakt. Dat groeit fantastisch snel als delta, maar het is ook heel erg slap.
En wij kijken wel eens met medelijden naar de waterschapssituatie in Jakarta, waar die arme mensen iedere keer weer onder water staan. Dat komt omdat die Oelewappers hun hoofdstad in het slapste en slechtste stuk van de delta hebben geparkeerd. Net als wij. Ja? Nou, langzamerhand bouwt dat land dan uit en wordt er ook zand naar de kust toegeveegd. Dat zijn de ruggen, onder andere het Waddeneiland, het eiland waar Den Haag op ligt, zullen we maar zeggen. Sommige opzichten is dat misschien nog steeds wel eens zo. Maar grappig is overigens dat we een soort van terminologie hebben in dit land over noordelijke delta en zuidwestelijke delta. Maar eigenlijk is dit het enige stuk delta. Hier komen grote rivieren in. Dit bouwde uit met riviersedimenten en al het andere noemen wij eigenlijk als wetenschappers getijbekkens en estuaria. En dus bijvoorbeeld Waddenzee, dat zijn helemaal geen delta's. Maar goed, dat is een kwestie van terminologie. Dan weer een tijdje later, dan zien we dat het hele land mooi is volgegroeid. En er is een beetje een Almere, maar nou ja, het land staat behoorlijk vol met veen en alles. En dan ineens, dan gebeurt er van alles. En dat van alles heeft van alles met mensen te maken. Er gebeurt een aantal dingen. Het laatste stukje zeespiegelstijging maakt het nog wat mogelijk om het land hier en daar weer te overspoelen met water. Maar het belangrijkste dat er gebeurt is eigenlijk dat er dijken worden gebouwd. Heel veel dijken, rond 1100 worden alle grote kringen ook gesloten. Dat betekent dat het land daarbij wordt ontwaterd. Dat betekent dat het gaat inzakken en er komt geen nieuw sediment bij. En daarmee begint de ellende eigenlijk. Want daarmee konden de inbraken ontstaan door het hele land. In het noorden, in het noordoosten en ook in het zuidwesten. Ondertussen hebben de voorlopers van de Duitsers de bossen radicaal overal gekapt. Dus nog voor de Romeinen, 3000 jaar geleden begon dat al. En daardoor is ons hele oostelijke rivierengebied zo mooi natuurlijk bedekt met een klei- en ziltlaag die daar overheen ligt. Maar dat is dus eigenlijk niet de natuurlijke toestand. Inmiddels hebben ze ingezien dat ze het klei beter zelf kunnen houden en nou komt er geen korrelklei meer de grens over. Het water is helaas nou weer bijna schoon. Nu kunnen we het wel gebruiken. Goed. Het bekendste voorbeeld hiervan, dat hele verhaal, is natuurlijk de Grote Waard, waar de Biesbos is uit ontstaan. He, dat is zo rond 1100 helemaal dicht bedijkt. Toen kwam er een burgeroorlog overheen, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, waardoor de dijken niet fatsoenlijk werden bijgehouden, ondanks iets radicalere maatregelen dan jullie mogen nemen. Er werd namelijk gezegd, als je je stuk dijk niet bijhoudt, dan hakken we je duim af. Dat mogen jullie vrees ik niet meer zeggen aan de lokale dijkbeheerders. Desalniettemin ging de boel door, 4 keer achter elkaar. 2 maal vanuit de zee, 2 maal vanaf het land. En dat was dus slecht dijkonderhoud. En dat was omdat de bodem gedaald was door het ontwateren met klepduikers, waardoor het helemaal tot op ebniveau ontwaterd kon worden. Er werd later in de geschiedschrijving natuurlijk gesproken van natuurrampen en meer van dat soort zaken, maar eigenlijk werd de boel gewoon door de mens klaargezet. En we weten wat voor gevolgen dat heeft gehad, want er was toen eigenlijk een strijd gaande of Amsterdam of Dordrecht de hoofdstad van Nederland zou worden. En dit was de graanschuur van Dordrecht. En jullie weten wie er gewonnen heeft. Dus het probleem is eigenlijk dat het hele gebied door ons is ingezakt. Er komt geen sediment meer bij door die dijken en we gaan wel ontwateren en afgraven in hele grote stukken van Nederland. Dat is een mooi voorbeeld van hoe het op heel veel plaatsen is gegaan. Er staat zo heel mooi, hè? Altijd in die mooie spreuken waar Nederland trots op is. Hè? God heeft de wereld geschapen, dat staat hier. Hè? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Ja? En Nederland, ja, Hollanders, die maakten Holland. Maar in feite wat er dus gebeurd is geschiedvervalsing. We hebben de boel kapot gemaakt en nu zijn we weer druk bezig dat te repareren. Vanuit het oogpunt van hoe de delta is ontstaan, wat mensen daar voor rol in hebben gehad, zijn dit gewoon de feiten. En er zijn hele mooie verhalen, steeds meer beschikbaar, van Lotte Jensen bijvoorbeeld. Dat is een historica uit Nijmegen. En zij onderzoekt hoe de geschiedschrijving iedere keer zeg maar weer probeert er een soort van heldenverhalen van te maken. Hoe wij met water omgaan en hoe we dan allemaal gaan inzamelen met geld en dat soort zaken. Maar ik wil heel graag dat u goed kijkt wat er eigenlijk gebeurd is. En er is hoop. De natuur liet het gelijk daarna zien. Om precies te zijn, de hele rivier de Rijn heeft daarna 250 jaar lang het complete zandbudget van de Rijn in de Biesbos gekwakt. En de hele noordoosthoek van de Biesbos had dus ook, voordat we daar gingen graven voor ruimte van de rivier, een hele andere verkaveling dan de zuidwesthoek. En dat komt dus gewoon omdat daar zand in de ondergrond lag van eigenlijk een binnenlandse delta. Dit is een nieuw stuk delta dat daar gewoon is ontstaan. Door de natuur, omdat de dijken waren doorgebroken en niet meer teruggegeven. Ze hebben wel stukjes teruggepakt, maar het grootste deel stond onder water. Dus dat is een hele interessante gedachte. En daar ben ik met mijn huidige onderzoek, want dit is allemaal onderzoek van het vorige decennium. Met ons huidige onderzoek zijn we heel hard aan het kijken naar riviermondingen. En dan heb ik het dus over Westerschelde, Oosterschelde, Nieuwe Waterweg eigenlijk niet meer, want die is uitgegraven. Maar wel nog de Eems-Dollard. Hoe functioneren die gebieden? Zijn die landschappen op dezelfde manier ontstaan in samenspel met
vegetatie. We zien hier bijvoorbeeld een geval in Wales. En het lijkt verrekte veel op Holland. Want we hebben hier een hoge kustbarrière van zand opgebouwd door de golven. Hier ligt hoogveen, daar ligt een beetje laagveen naast. Dat zijn de kwelders, zou je kunnen schorren. En dus zou je kunnen zeggen met de schorren, de slikken en de zandplaten ernaast. En er komt een rivier in uit, die ook nog meandert. Dat is eigenlijk een heel aardige analoog voor hele stukken van Nederland. Bijvoorbeeld het landschap bij Leiden. Nou, dat soort dingen onderzoeken we niet alleen in de werkelijkheid, maar ook op de historische kaart. We weten bijvoorbeeld hier de Dollard, die is ooit ingebroken, flink uitgegraven. En daarna is er dus uitgebreid verkwelderd met hulp van de mens. Dat ging steeds langzaam, maar die kwelders werden wel steeds hoger. En dat is heel interessant. Hoe gingen die kwelders zo omhoog? Als we dat proces in de vingers krijgen, dan hebben we daar misschien wat aan als de zeespiegel straks omhoog komt. Dat is waar we achteraan zitten. Nou, dat onderzoeken we natuurlijk in het veld, samen met Rijkswaterstaat en ook sommige waterschappen. Samen met Deltares, dat doen we met computermodellen, veldgegevens en met experimenten. Je ziet hier een klein deel van mijn team over de plaat van Walsoorde in de Westerschelde baggeren. Op de achtergrond loopt overigens de onderdirecteur van NWO TTW, de technische wetenschappen die dit onderzoek ten dele financierde. Die wilde ook heel graag een keer zien wat we nou eigenlijk aan het doen waren. En dat doen we na in experimenten. Omdat je in experimenten nou eenmaal controle hebt over de hele situatie. Ik kan hier zonder enig gevaar de hele boel onder water zetten. Of alle planten laten doodgaan. Of zeespiegelstijging veroorzaken. En omdat mijn experiment de werkelijkheid verkleint met een factor 1000, gaat het ook 1000 keer zo snel. Dat is handig. Wat is dit? Dit noem ik de metronoom. Want het is een zandbak van 3 bij 20 meter. Die de hele tijd lichtjes heen en weer kantelt. En daarmee krijg ik getijstroming voor elkaar. En dat is nieuw. Het klinkt heel eenvoudig, maar daar zijn we 130 jaar lang niet opgekomen. Dat is een beetje jammer. Tot nu toe hebben we dus altijd water omhoog en omlaag gepompt. En dan heb je schaalproblemen. En dan kreeg dus helemaal niemand zo'n landschap van zo'n natuurlijk estuarium voor elkaar. En hier ligt hij dus dan met mij erbij voor schaal. Hier zie je hoe dat ding beweegt. Je moet die nachtwacht op de voorgrond even vergeten. Maar op de achtergrond zie je hoe die metronoom dan heen en weer gaat. En dat water zo ook landinwaarts en weer zeewaarts stroomt. En één getijcyclus van 12,4 uur is dan eigenlijk teruggebracht tot 40 seconden. Daarmee kan ik natuurlijk veel sneller als een soort, nou ja, god, hele onbelangrijke kleine god, maar toch als een soort god bij zo'n bak staan en die landschappen gaan bestieren. Met en zonder vegetatie, met en zonder slip en noem het maar. En dan komen bijvoorbeeld dit soort plaatjes uit. Want hier ziet dus een experiment dat begon als alles onder water, zoals de situatie bij Leiden ooit was. En daar kwam sediment in vanuit de rivier, hier helemaal linksboven, en vanuit de zee, ook een beetje door golven erin gewapperd, want er zitten golven bij. En vervolgens is hier een hele grote zandplaat ontstaan en daarbovenop ziet u het slip liggen, dat is dat bruine. Daar gebruiken wij gekraakte notenschalen voor. En daarop staan allemaal plantjes. We hebben verschillende type planten, zaailingensoorten die we met het hoofd onkruid van de botanische tuin hebben uitgezocht op hun eigenschappen dat ze echt niet onder water willen groeien en allerlei eigenschappen hebben op schaal die de natuurlijke vegetatie ook heeft. Dus bijvoorbeeld op de kwelders, maar ook op de oevers van de rivieren. Dus we hebben aparte boompjes en we hebben aparte soort voor de kwelders. Dus dat gebeurt er allemaal en dat kunnen we dan onderzoeken. Daar vertel ik iets meer over vanavond om 7 uur op de radio bij BNR Techniek Tour. Mocht u daar iets meer van willen weten, er is ook een website van www.uu.nl/metronoom. Goed, dus dat onderzoeken we aan die natuurlijke landschappen. Nou terug naar de vraag. Hoe erg wordt dat nou eigenlijk, die zeespiegelstijging, voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen? Er zitten hier al wel een paar generaties in de zaal. Even het grote kader. In het Holoceen, de laatste 10.000 jaar, is sinds het verdwijnen van de ijskappen, van de ijstijd, de zeespiegel behoorlijk gestegen. Je ziet hier een schaal in meters, -24 tot 0, over een tijdschaal van 10.000 jaar. Die blauwe lijn heb ik voor het gemak even doorgetrokken. En je ziet dus ook daarbij dat het in het begin heel snel ging en later steeds langzamer. En in die langzamere tijd, daar is eigenlijk het land uit gaan bouwen. Dus Nederland begon zo van 5.000 jaar geleden, 6.000 jaar geleden al uit te bouwen, terwijl de zeespiegel steeg. Dat geeft hoop, hè? Zeespiegel stijgt, land bouwt uit. Dat vertelt ons iets over de vorming van dat natuurlijke landschap dat we graag willen weten. Maar dan moeten we dus weten hoe snel gaat de zeespiegel in de toekomst stijgen. En die processen die dat veroorzaakten, zijn die er nu nog steeds? Eerst die zeespiegel. Dit zijn de projecties. De plaatjes die u altijd ziet, gaan tot 2100. Want die zijn al onzeker genoeg. Maar dit is het echte plaatje als die ijskap afsmelt en definitief afsmelt.
dan gaat het daarna gewoon heel rap door en nog veel rapper door. Dan is er geen houden meer aan. En waar je dan uitkomt is de vraag. En natuurlijk zitten er heel veel onzekerheden op deze modellen. Maar feit is dat de rode lijn de situatie is zoals we het nu aan het doen zijn. Gewoon doorgaan zoals we bezig zijn met CO2-uitstoot en andere broeikasgassen en dat soort zaken. Die blauwe lijn is een compromis. Niet optimaal, een compromis. Als we het akkoord van Parijs halen, dan weten we dat misschien te redden. En die zwarte lijn, dat zou ideaal zijn, dat is als we de uitstoot van CO2 naar negatief weten te krijgen, omdat we dus weer gaan opnemen. Bijvoorbeeld in natuurlijke vegetatie en in de ondergrond, of op de een of andere manier met een miraculeus toverstokje, zoals CO2 terugpompen in de grond, of gekke mineralen, of dat soort gekke dingen. Eerst zien dan geloven, denk ik dan. Maar nou, even de echte vergelijking tussen deze tijdschalen. Dat zijn al hele angstige plotjes, maar als we hem nou inkrimpen, horizontaal, met dezelfde tijdschaal als die we hier voor het Holoceen hebben, dan ziet hij er zo uit. Dat gaat dus verrekte snel. Dat gaat echt heel snel. En jullie begrijpen dat ik dit niet meer leuk vind. Wat moet je hier nou nog tegen beginnen als we dit laten gebeuren? Dat is niet meer bij te houden. Het was hier niet meer bij te houden voor de natuurlijke processen, waarbij er doorlopend zand naar de kust werd toegesleept door de rivier, slip beschikbaar was en veen groeide. Dat gebeurt allemaal bijna niet meer. En toen was het al niet bij te houden, later wel. En dan gaan we dit krijgen, als het zo doorgaat. En we zijn er nog niet, want we hadden ook nog bodemdaling. Het is gisteren bekend geworden dat een collega van mij, Esther Stouthamer, een groot project met landelijke partners, waaronder waterschappen, ook voor Midden-Nederland en zo, gaat runnen op die bodemdaling om dat nader te onderzoeken, om dat ook ruimtelijk in kaart te brengen en daar de factoren beter te van begrijpen, vanwege dit probleem. Dus dit staat ons te wachten. En dan gaan wij het hebben over dijken en computerberekeningen die vertellen hoe hoog de dijken moeten zijn op een millimeter nauwkeurig en dat soort dingen. Ik denk dat we grotere zorgen hebben. En dan zou je nog een beetje een vuistregel kunnen hebben. Wat denken jullie dat de dijken dan aan kunnen aan waterstanden? Ik teken hier maar even een groene lijn op 3 meter. Maar het zijn natuurlijk eigenlijk al onwenselijke situaties aan het ontstaan. Want je moet dan krankzinnig zware, dure dijken hebben. Plus dat je doorlopend grondwaterindringing vanuit de zee krijgt. Dus je krijgt in een aantal gebieden ook zout kwel naar binnen. En het is de vraag of je echt in zo'n soort kasteel zou willen wonen. Dus dat zijn een beetje de zorgen die we hebben. Daarom schreven we ook een tijdje geleden in de Vrije Nederland dat die zeespiegelstijging een groter probleem is dan we denken. En 3 keer raden wat plan B is. Leer je kinderen Duits. Ja. Dat is echt het punt. En het staat al te gebeuren, hè. Wij zijn eigenlijk als Nederland met onze lage positie letterlijk een soort eilandstaat op de Atlantische Oceaan, Tuvalu. Deze animatie laat zien wat er gewoon gaat gebeuren met de zeespiegelstijging die nu al is ingezet, zelfs als we Parijs gaan halen. Die eilandstaten gaan eraan. En dat weten ze al tientallen jaren. Ze zijn al tientallen jaren aan het lobbyen en ze hebben het een en ander netjes op de agenda gekregen. En er wordt veel harder onderzoek aan gedaan. En dat staat allemaal in die IPCC-rapporten. Nederland bevindt zich in dezelfde situatie, maar misschien 50 jaar later. Dus dan zult u ook wel denken, van, nou dan moeten we daar dus als de sodiumieten wat aan doen. Hè? Maar dit is even een kaartje van hoeveel ton uitstoot de Nederlanders hebben in vergelijking met de rest van Noordwest-Europa. En in blauw hoeveel wij dan gereduceerd hebben. Wij zijn echt het smerigste jongetje van de klas. Uitgerekend Nederland, die er het meeste en het eerste last van gaat krijgen, is het smerigste jongetje van de klas. Absurd, hè? Dus wij zijn eigenlijk een soort van struisvogels in onze delta. We hebben onze kop in het zand gestoken en we hebben het niet over het grote thema waar we het over zouden moeten hebben. Al dat gedoe over het klimaatakkoord van Nederland, dat zou moeten gaan over de situatie die wij achterlaten voor de generaties na ons. Dat is eigenlijk de situatie. Nou, wat kunnen we eraan doen? Want de situatie is niet hopeloos. Dat is het goede nieuws. Ik ga jullie niet naar de borrel sturen met een heel donkerbruin gevoel in je buik. Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Maar het kost me wel moeite om de hoop te zien. Ik sta al zo'n 25 jaar ook 1 dag per week voor PABO, studenten, leerkrachten en basisscholen, om ze te laten zien hoe je wetenschap en technologie doet, hoe die empirische cyclus in elkaar zit, wat de kern is. Want als kinderen weten hoe wetenschap werkt en wat de waarde daarvan is, dan zijn ze misschien iets meer genegen om er iets van te geloven in de toekomst. Ik ben maar gewoon overnieuw beginnen, zullen we zeggen. Dat doe ik al heel lang, maar het valt me best wel moeilijk om daar het positieve verhaal te blijven vertellen, want het is niet zo heel positief. Maar we kunnen er wat aan doen. En dit is het waarschijnlijk niet. Dit is een plaatje uit dat Delta-rapport. Hè? Dat zijn de kosten die we gaan besteden aan
dijken die we zullen moeten versterken voor die zeespiegel. En ik heb net plotjes laten zien, die gaan tot 2500. En die enge jongens die al omhoog gingen, gingen tot 2100. Hier staan de stijgende kosten tot 2024. Die gaan al sky high, hè? Dat is wat er gebeurt als we het allemaal met dijkverhoging en dijkversterking proberen te gaan redden. Dus het is de vraag of we dat gewoon kunnen. Misschien dat het economisch net uit kan, maar wat voor land leef je dan? Dus die hogere dijken, dat is een probleem. Misschien beschermen ons die wel niet tegen het water, niet tegen de zoute indringing. Dan moet je op sommige plaatsen gaan denken aan andere dingen. Niet overal, je kunt gewoon niet overal de dijken weghalen. Dan weten we al hoe het land eruit ziet. Dat gaat hem niet worden. Dat realiseer ik me echt heel goed. En ik realiseer me ook dat er allerlei onderzoek nog nodig is om de huidige dijken te verbeteren enzovoort. Begrijp me niet verkeerd. Maar wij moeten ook over het grote plaatje voor de langere toekomst gaan nadenken en gaan kijken wat we anders kunnen. Het plan B is eigenlijk dat we de boel opgeven, dat stond ook allemaal netjes in de pers, en het hogerop gaan zoeken. En dat is niet het plan dat we willen. Dat is een onbespreekbaar plan. We hebben het er zelfs niet over. Maar misschien moeten we dat toch eens doen. Want dat is wat er gebeurt als we vast blijven houden aan de huidige levensstijl. Plan B is dit, hè. Er staan mooie schilderijen over de Biesbos. Je ziet trouwens dat mensen hier de tijd hebben gehad om te ontruimen. Er staat ook haaks op het plaatje dat het een enorme natuurramp was. Dat was niet waar. Met laagtij stond het gebied weer droog. Je kon er gewoon in. En alle 13 kerkjes of zoiets die in het gebied stonden zijn allemaal netjes afgebroken. Want dat was mooie tufsteen. En in de omgeving hergebruikt. En alle minder dure materialen die zijn natuurlijk gewoon verloren gegaan. Natuurlijk is er wel wat fout gegaan. Je ziet daar een kop in het water drijven. Wat evident een lijk is. Er drijft daar vee in het water. Maar over het algemeen had men de tijd om het gebied rustig te ontruimen. Als wij vooruit plannen, lukt dat misschien ook nog. Als het zou moeten. En dat is dus het probleem. Wij moeten op een hele andere manier naar ons land gaan kijken als we hier iets serieus mee gaan willen. Je komt niet ver als je gaat doen wat we al deden. If you do what you did, you get what you got. Een belangrijke uitspraak. Dus er wordt heel hard nagedacht, onder andere in Utrecht, maar op vele andere plaatsen, over wat we nou precies moeten doen met adaptatiepaden. En hoe gaan die adaptatiepaden er dan uitzien? Wat moeten we gaandeweg nog voor openingen openhouden voor andere paden? En hoe ziet het land er dan in de toekomst uit? Met hier een paar hele extreme verschillen. Concretia, als we alles vol dijken. Ecotopia, als we helemaal met water gaan leven. Ook ruimte bieden aan de natuur en dat soort dingen. Ik moet nog zien of dat lukt. En dystopia, dat is plan B. De boel verlaten. Goed, maar er is dus hoop, zoals ik al zei. Op sommige plaatsen is nog heel veel sediment in beweging. Langs de gesloten Hollandse kust is er natuurlijk heel veel zand dat je uit de Noordzee zou kunnen spuiten. Dat is makkelijk. Maar ook in de estuaria is het nodige te beleven. We hebben hier bijvoorbeeld een gebied dat ooit binnendijks was en nu buitendijks is. Dat is het verdronken land van Saaftingen. Er zijn tijdens de een of andere oorlog, ik denk met de Spanjaarden, de dijken van doorgestoken. En sindsdien is dat gigantisch opgeslipt. Het is een mooi natuurgebied. Vooral voor vogels schijnt het interessant te zijn. Dus als je eraan wil komen, dan krijg je allemaal bedreigingen van de vogelaars daar en zo schijnt. Het is een heel boeiend gebied, ook qua bevolking. En dit is de hoogtekaart van het AHN. En wat we hier zien is dat het echt een berg is. Het wordt de Berg van Zeeland genoemd. Terwijl het gebied daarnaast, dat ligt zelfs onder zeeniveau. Want dat zakt nog steeds onder zijn eigen gewicht in. Als delta-expert die veilig ver weg woont van Zeeland, denk ik dan, nou ja, onder water zetten die boel, vol laten sedimenteren. Dat is levensgevaarlijk om dat hier te zeggen, want dit kleine stukje daar, hè, dat is dat poldertje waar zo heel veel te doen over is geweest in de pers, omdat het ontpolderd moest worden. En dat was in het bezit van de man die de Westerschelde verder heeft uitgebaggerd en mede heeft veroorzaakt dat die waterstanden zo hoger zijn geworden. We hebben een verdrag met België, het gaat over het baggeren van de scheepvaart Gul naar Antwerpen enzovoorts. En om de waterstanden die daarbij opgroeien weer te dempen, moest er een klein beetje ontpolderd worden. En een heisa dat gaf, maar eigenlijk hebben wij 1000 Hetwiegepolders nodig als we hier een corridor willen bouwen die de zee langere tijd buiten houdt. Dat is eigenlijk de situatie. En het mooie is dus, in dit gebied is het sediment er. Nou, als we dat zo vertellen, dan gaat dat niet gebeuren. Dan word ik met pek en veer over de grens gezet en dat was hem dan weer. Dus er moet iets anders gebeuren. En dat gaat over grootschalige, langetermijn planning, ruimtelijke planning. Het gaat ook over alternatieve economische perspectieven. Wat voor economisch model kan er op gebieden die je eventueel onder water gaat zetten? Denk aan dubbele dijken. Polder Breebaart, worden allemaal experimenten gedaan in het Noordoosten, want daar lijken ze iets bedaarder te reageren op dit soort plannen. En daarvan kunnen we leren. Want dat betekent dat je daar dus kunt gaan verdienen, bijvoorbeeld met zoute tilten, met maricultuur. En dan heb je een economisch alternatief geboden voor de wandelende biefstuk, die ook mede bijdraagt aan het broeikasprobleem. En dit soort gedachten moeten we gaan hebben. Anders gaan we het niet redden. En het grappige is dus dat we hier gebruik kunnen maken van de natuurlijke processen. Dit is nou echt building with nature. Niet een grote hap zand voor de kust pleuren en kijken wat ermee gebeurt, maar echt, zeg maar, de natuur het land laten bouwen.
Er wordt een plan voorbereid. Onder andere Rijkswaterstaat had er volgens mij net een klap op gegeven dat we er echt een meert voor gaan opzetten en zo. Om een stuk in Noordoost-Groningen onder water te zetten langs de Dollard. Want in de Dollard is een slipprobleem. Er is te veel slip. Allerlei redenen waarom dat komt. Maar te veel slip, denk ik, haha, dat gaan we toch niet uit het water halen. Dat gaan we toch op de een of andere manier gebruiken om het land op te hogen. Dus wat hier gaat gebeuren is landspiegelstijging, als het allemaal goed gaat. Gaat een klein stuk onder water. De boer die daar zit vindt het prachtig, want het land is toch al niet meer te bereiden. En met een beetje geluk krijgen we daar natuurgebied dat van nature opslipt. En wie weet over 50 of 100 jaar weer geschikt zou kunnen zijn voor landbouw. En dan kun je daar in de naburige gebieden gaan kijken of je daar weer moet onder water zetten en dat soort zaken. Nou, hier worden dus pilots mee gedraaid en dit soort onderzoek gaan we op de langere termijn ook grootschaliger opzetten, hoop ik, in Nederland. Wat is er verder nodig? Als we dit willen laten slagen, als dit soort maatregelen zin wil hebben, is eerst en bovenal nodig dat we Parijs halen. Want anders gaat die zeespiegel nog veel verder omhoog en dan zijn we klaar. En we kunnen zeggen, dat is allemaal onzeker, maar dat is je kop in het zand steken. Als er twee dingen duidelijk zijn, dan is dat het IPCC, grootste collectieve operatie van alle wetenschappers over de hele wereld, al die tijd met alle voorspellingen gelijk heeft gehad. Die zijn allemaal uitgekomen wat men tot nu toe heeft voorspeld. En ten tweede, dat alle voorspellingen van zeespiegelstijging tot nu toe alleen maar erger zijn geworden, niet minder. Met andere woorden, naarmate wij meer factoren begrijpen en meenemen in die modellen, worden die zeespiegelstijgingen alleen maar erger. Dus dat zijn de twee feiten. Als we dat naast ons neerleggen, steken we ons kop in het zand. Dus ik heb eigenlijk maar één vraag over het verdrag van Parijs. Waarom doen we daar nog niet genoeg aan? Nou, er zijn wel wat redenen voor te bedenken waarom we daar nog niet genoeg aan doen. En die kent u ook allemaal. Want er zit wel het een en ander aan ongeloof in de samenleving. Ja, ook in Nederland hebben we wel een fractie mensen die daar min of meer zo over denkt. Maar als we hier eigenlijk nog eens even een beetje beter naar gaan kijken. Wat we hier lezen is achterban en portemonnee burger. En niet zozeer ongeloof in klimaatverandering. Dat zit er misschien ook nog wel, maar dat zou ik willen kenschetsen als onbegrip. En daar kun je natuurlijk met humor op reageren en belachelijk maken. Dit is een prachtige column geweest van de Speld. Hè? De groene bangmakers, een draak van een lobby. En er zijn de draakwetenschappers geïnterviewd in de Speld. En die hebben dan verteld dat het hele landschap door die draken nooit zo gemaakt zou worden enzovoorts. Maar daar schieten we natuurlijk niks mee op met dit soort humor, behalve dat die leuk is. Wat denkt die bevolking nou echt? Nou, dat is de bevolking waar we het over hebben. Goede bestuurders planten bomen voor de volgende generaties. En op dit moment zijn wij ze eigenlijk figuurlijk allemaal aan het kappen. En dat zijn de mensen waarvoor wij dat klimaatplan moeten doen. Dit was er straks in de vorige workshop ook zo mooi. Er was iets met een kind op een loopfietsje dat plotseling de weg op kwam rijden. Dat beeld, dat heb ik ook voor me. En het grappige is dus dat daar een hoop gewoonte bij zit en dat mensen een beetje verwend zijn met hun landschap. Hè? Al die dingen van nucleaire energie vinden we goed, olieindustrie met alle rotzooi eromheen vinden we goed, kool vinden we goed. Een heleboel van de elektrische fietsen buiten, die fietsen op stroom van kolencentrales, waarvan de kolen zijn gewonnen met slaven en waar wij een hele hoop landelijke subsidie in hebben gestopt om die energieindustrie overeind te houden. Dat is de absurde situatie waar we mee zitten, steenkoolfietsen. En dan krijgen we dit. Not in my backyard, geen windmolens, want dat vinden we lelijk. Ja, en dat is dus een heel belangrijk thema, not in my backyard. Dat is eigenlijk het punt. Er werd mij net al verteld dat er in Rotterdam een hele interessante tweesplitsing is, dat in het armere stuk veel windmolens staan en in het rijkere stuk niet. Dat is feitelijk het probleem achter die schreeuwende chocoladeletters van de Telegraaf. Het probleem is namelijk, we kunnen dat Parijs niet gaan halen zonder dat we het allemaal gaan voelen. Want we hebben gewoon een te grote voet op dit moment. Dat betekent systeemveranderingen, veeteelt moet eruit, watergebruik moet anders, we hebben een energietransitie nodig, we hebben meer natuur nodig, want die biodiversiteit die kakt in als ik weet niet wat. En desalniettemin moeten we de veiligheid zien te handhaven en de welvaart en die ecosystemen gezond houden. En het probleem is dat dit allemaal wel in de backyard moet. Het moet hier en nu bij ons, anders gaat het niet gebeuren. Dus dat betekent dat we iets met internationale en nationale politiek moeten. Jullie zorg niet, zou je zeggen. Maar we moeten ook gaan uitleggen. We moeten gaan stoppen met het doen alsof we het goed genoeg doen. Het Delta-rapport munt uit in te vertellen, moet je eens kijken wat we allemaal doen. En een hele lijst met maatregelen. En als je kijkt naar het grotere plaatje, moet je je afvragen of we het echt goed aan het doen zijn. En ik begreep net ook al een paar hele interessante dingen. Dat er soms bijvoorbeeld gesproeid wordt op dijken, om de omgeving en de pers het idee te geven dat er wat gebeurt aan verdroging. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Ja, awkward, hè? Dat was ook mijn taak vandaag, awkward vragen stellen. Uiteindelijk gaat het dus ook over de grote vraag van rechtvaardigheid. Als die
klimaatdoelen worden gehaald over de rug van de velen die veel minder hebben dan de paar die geen dividendbelasting hoeven te betalen, dan hebben we een groot probleem veroorzaakt, want dan gaan we het dus niet redden. Dat is eigenlijk het grote dilemma waar we met z'n allen voor staan. Opdracht van de waterschappen is dus iets te doen met waterveiligheid en energietransitie en watergebruik en dat soort dingen. Mooie plaatjes vond ik daar even online van. Maar eigenlijk betekent dat dus dat jullie de sjaak zijn. Want jullie zijn degene die zorgen dat het in de achtertuin van al die mensen gaat landen. Samen met de gemeente. In de backyard, dat is wat jullie doen. Jullie zijn degene, jullie zijn de organisaties die het lokaal bij de mensen laten landen. Politiek Den Haag kan mooi praten over het landelijk beleid. Maar alle maatregelen, alle dingen die jullie doen, lokaal aanpassen in overleg met de omgeving. Dat is waar het gebeurt. Ik realiseer me donders goed dat dat een hele grote opgave is. Jullie zijn eigenlijk de wereld aan het redden. Jullie hebben de hoofdprijs gewonnen, want jullie moeten het gaan doen. Dat is best lastig. Daar ben ik helemaal van bewust. Dus hoe gaan we dit doen? Die levende waterschappen. Als we prijs halen, dan zullen we de dijken en de dammen keihard nodig hebben. Maar dan moeten we ook gaan kijken naar hele andere dingen. Dat betekent bijvoorbeeld landspiegelstijging, dat is mijn hobbypart. Maar ook moet je denken aan gebieden opgeven en andere bestemmingen aanduiden, zoals natuur, noem het maar. Maar als we Parijs niet halen, dan hebben we een veel groter probleem. Dan kunnen we misschien tijdelijke adaptatie doen, bijvoorbeeld ons inkapselen in die dijken. En dan moeten we gaan nadenken over plan B. Daar wil ik eigenlijk niet over nadenken, maar daar moeten we het wel over hebben. Dit is eigenlijk een beetje het probleem. We hebben een tijdschaal van klimaatverandering. Wat wij nu doen heeft effect op de kleinkinderen. Het qua tijdschalen van aanpassing in de klimaatsystemen. Dat is een soort hele trage stoomwals. En mensen die hebben een heel andere tijdschaal. En als je kijkt naar de verdeelde meningen in Nederland, en dan zitten die zo'n beetje over dat blauw en dat oranje. En als je kijkt naar de wetenschap, die zijn al toe een. Gaan we dit nog redden? Dat is de eigenlijke situatie. En dat is de consensus onder al die duizenden, tienduizenden wetenschappers in de aardwetenschappen, in de klimatologie. Die we tegenkomen op de internationale congressen en zo. Maar we kunnen er dus nog wat aan doen. Om precies te zijn, waarschijnlijk zijn wij ook de laatste generatie die er wat aan kan doen. Ik denk dat Barack Obama dat dus uitstekend door had. En er zijn bovendien in Amerika ook al allerlei staten die allerlei eigenhandige dingen aan het doen zijn, ondanks wat Trump zegt. Hè? Dus er gebeurt van alles, er gebeuren allerlei goede dingen en daar moeten we vaart mee gaan maken. Als we nu de kop in het zand steken, dan kunnen de kleinkinderen de kop weer uit het water halen. Dat is het probleem. Dus daar gaan we nu allemaal voor rennen. En wat mij heel belangrijk lijkt, dat we met z'n allen blijven overdenken, en daar wil ik ook serieus aan bijdragen, is hoe krijgen we het nou in de backyard? Right? Doen de waterschappen eigenlijk wel genoeg om Parijs te kunnen halen? Wat zou de bijdrage van de waterschappen moeten zijn? En doen we dat dan ook? Gaan we Parijs halen voor al die waterschappen? En als we vooruitkijken, hoe ziet de planning eruit voor waterschap 21-19? Wordt het een waterschapsheuvel of een waterschapsmeer? Welke wetenschap hebben jullie dan nodig? Niet alleen die dijkversterkingen, misschien ook andere dingen. Zeker interdisciplinaire dingen. Want het is leuk, al die monodisciplinaire oplossingen en toverstokjes. Maar ik weet heel goed dat je het daar niet mee gaat redden. Want ze zitten de wereld niet in elkaar. Maar weten jullie het te vinden? En weten de wetenschappers jullie te vinden? Dat vraag ik me ook wel eens af. Wat kunnen we doen aan het aanbrengen van politieke druk? En misschien ook ongehoorzaamheid. Ik zei al, een governator in Californië is bezig met allemaal klimaatmaatregelen voor dingen waarvan Trump zegt dat ze niet bestaan. Dus dat kan. Misschien kunnen waterschappen dat ook. Maar het is ook nog zo dat waterschappen misschien proactiever zouden moeten zijn, of dat misschien al zijn achter de schermen, van moet je eens luisteren, regering. Jullie hebben ons verteld dat we het zo moeten doen, maar dit is veel te groot zonder landelijk beleid er tegenaan. Dus we moeten jullie de opdracht teruggeven. En dan ben ik benieuwd wat er gebeurt. En hoe leggen we dit uit aan de kiezers? Beter dan we nu doen. Om niet de twee gehaktballen argumenten terug te krijgen. Hoe leggen we uit aan de kiezers wat anders het alternatief is? En dat is een beetje vervelend, want dan moeten we dus een soort van spookverhaal weer gaan geven. En dan gaat iedereen gelijk, dat geloof ik niet, want daar wil ik niet aan. En daar moeten we wegen in zoeken, ook met slimme communicatiemensen. Want daar moet het toch naartoe. Want als we het niet met z'n allen doen, dan gebeurt het niet. En uiteindelijk is ook de vraag, kun je jezelf aan het einde van de dag in de spiegel kijken? En wat vertel je jezelf en je eigen kleinkinderen tegen die tijd dat je nog een pensioen zou kunnen hebben? Dat is eigenlijk de grote vraag. Hebben we dan genoeg gedaan? Met deze niet super vrolijke noot, ben ik aan het einde van mijn verhaal gekomen en ben ik heel benieuwd naar jullie vragen. Nou Maarten, ik heb eigenlijk een beetje buikpijn nu. Ik weet niet hoe jullie erbij zitten. Ja, ik maak me ook echt heel erg zorgen. Ja. Ik zou heel graag ook hele andere dingen onderzoeken en veel leukere wetenschap doen, maar ik kan gewoon niet meer. We moeten echt vaart maken nu.
Wie durft er nog wat te vragen? Dat zou een, of het precies klopt, weet ik niet. Er zijn ongetwijfeld mensen die dat doorgerekend hebben. Maar het is in elk geval feit dat als we biomassa weer gaan invangen en de uitstoot reduceren, dat er dan nog wat kan gebeuren. Maar ook de uitstoot moet gewoon omlaag. En vliegtuigen en vleeseters zijn hele grote boosdoeners, maar ook gewoon het dagelijkse energiegebruik. En bomen planten is zeker een factor, maar dat vergt heel veel ruimte om dat dan ook daadwerkelijk te doen. Een hele effectieve zou kunnen zijn mangroves bijvoorbeeld. Misschien hebben jullie eergisteren op het journaal ook gezien Siwnat Naipaul, dat is een hoogleraar uit Suriname, die druk bezig is met land terug te winnen en zeespiegel bij te houden met mangroves, een slipinvang. Dat soort bomen en dat soort gebieden vangt een significante portie van de CO2 in. Ik geloof dat het op het totale budget iets van 5% is van de in de grond opgeslagen CO2 als organisch materiaal. Maar ja, dan moeten die gebieden daarna niet verloren gaan. Want als zo'n mangrovengebied weer kapot gaat, verloren gaat, of als er bossen verloren gaan omdat er ziekten zijn, omdat het monoculturen zijn en noem het maar op, en je hebt invasieve soorten, daar weten jullie ook alles van, dan gaat dat dus wel allemaal gewoon de lucht in. Dus het kan geen one-size-fits-all oplossing zijn. Dat weten jullie als waterschappers denk ik nog beter dan geen ander. Maar het toverstokje van Harry Potter hebben we niet voor deze problematiek. Heeft er nog iemand een vraag? Ja. De presentatie begon helemaal met het smelten van buitenkool en dat dat ook wel weer positief effect heeft op dat landschap gaat stijgen die zwaartekracht. Wat levert het ontbod nou uit? Zeespiegelstijging, want dan gaat het land daar stijgen. Daar? Dus het was niet positief. Nee, dat was het punt. Het is een balans. Daar massa weg betekent bij ons er massa bij. En massa weg bij Groenland, daar hebben wij niet zo bar veel last van, maar betekent aan de zuidkant van de planeet meer last. Maar het is die Zuidpool die in onze backyard komt. Ja. Nee, de Noordpool draagt niet bij, want dat is al drijfijs, hè? Dat draagt op een andere manier wel weer bij, overigens, want dat is natuurlijk weerkaatsend vermogen van de aarde. En dat neemt af als dat poolijs verdwijnt en daardoor warmt de boel ook weer harder op. Ik weet daar het fijne niet van, maar het staat je natuurlijk helemaal vrij om de volgende keer een ijskapspecialist uit te nodigen. En ik weet wie je daarvoor moet hebben. Ja, nee, het zijn allemaal interessante dingen gaan. Dat is bijvoorbeeld ook in Noord-Scandinavië weet ik bijvoorbeeld dat men nu al problemen heeft met funderingen van gebouwen en zo die naar de haaien gaan. Want het land komt daar natuurlijk nog gewoon verder omhoog. Ja. Ik zag achterin nog een hand. Nee, ja, jij bent het... Handen omhoog voor wie nog wel schrikt. Nou, ben ik nou ook van niet helemaal af van niks gekomen. Wat mij vaak opvalt is dat heel veel mensen het verhaal wel een beetje weten. En dan denken van ja, wat moet ik hier nou mee? En dan weer verder gaan met de dagelijkse waan. En wat ik geprobeerd heb, het is in jullie achtertuin te plakken. En overal waar ik kom probeer ik dat, want het is allemaal onze achtertuin. Er is maar één planeet. Dat is een beetje het zoeken van hoe gaan we hier nou concreet echt werk van maken. Want dit is de grootste klus waar de grootste mensheid uit de geschiedenis voor staat. Hè? Ook de meeste mensen uit de hele geschiedenis natuurlijk, maar we hebben ook de grootste klus op ons nek. Maar je bouwt een samenleving als Nederland niet in korte tijd en onder de staatsland. Nee, dat klopt. Maar als we niet vaart gaan maken, dan gaan het fysische systeem dat voor ons beslissen. Dat is dat plan B. Op een gegeven moment, dus hetzelfde als met de Biesbos, dan gaan plotseling die dijken door. Maar dat was in feite niet plotseling. Dat was alleen maar omdat we het zelf het hele landschap over de 100 jaar daarvoor hadden klaargezet. En dan gaat ineens die trigger. En dat zou je dan in de toekomst misschien ook zien. Dan krijgen we ineens, we zien het nou al, ineens een overstroming in Bangladesh. Ineens dit en ineens weer dat. En een grote droogte hier. En misschien drie hele nare droge zomers op rij in Nederland. Hè, voorspelde het KNMI vorig jaar na die hele vervelende zomer. Dat zijn de dingen die ons daar gaan gebeuren. En dat gaat dingen triggeren. En dat moeten we voor zijn. Ja, hier vooraan. Ja, de hoek zijn kabeljauwse twisten. Ja,
Nou, dat is een van de zorgen dat als er dus dit... Het is nou al bekend gegeven dat er al klimaatvluchtelingen zijn elders op de wereld. En dat dat al bijdraagt aan de problematiek die er is. En je krijgt ook andere kantelpunten in waterbeschikbaarheid. Amerika heeft een grote aquifer bijna opgebruikt, noem het maar. Hè. Er zijn een heleboel, en de invasieve soorten die naar boven, noem het maar. Er zijn een heleboel van die kantelpunten die we tegelijk op ons dak krijgen. En dat is de vraag. Dit is die. En we moeten het hoe dan ook dichtbij gaan halen. Omwille van de tijd een laatste vraag. Ben jij ook beschikbaar tijdens de borrel nog om door te praten? Fantastisch. Ja. Ja, ik ben Pieter Jan Hofman, ook werkzaam bij Zelfland als bestuurslid. Het stelt een uitdaging vinden als u uw verhaal ook vertelt in de Unie van Waterschap. En de Veldcommissaris. Want het moet beginnen. En als het niet begint, dan daalt het nooit toe. Ja. Dus ik denk, ik ga er eigenlijk van uitnodigen om met de Unie het verhaal te vertellen. Dat is best in de middelen. Nodig mij vooral uit. Ja. Ja, dat is in feite ook gaande, want er is volgende week vrijdag een workshop georganiseerd door Deltares, onder andere Marjolein Haasnoord van dat rapport, in opdracht van onder andere de Delta-commissaris. Dat betekent dat we met een aantal hoogleraren op verschillende vakgebieden bij elkaar zitten en gaan praten over die verschillende grote maatregelen die je zou kunnen doen om die adaptatiepaden te verkennen. Dus er wordt achter de schermen inderdaad wel aan gewerkt. Maar als dit soort verhalen kun je niet vaak genoeg vertellen, vrees ik. Ja, nou, dat lijkt als je daar iets aan kan betekenen, dan zou ik dat heel fijn vinden. Dat lijkt me een geweldige uitnodiging. Dus ik hoop dat jullie elkaar zo dadelijk gaan vinden. Ontzettend bedankt. Ondanks de buikpijn toch een heel goed verhaal. En ook inspirerend, moet ik zeggen. Ja. Dankjewel.